Gaat hij lopen? Yes, hij gaat lopen. Dit is de entree van het hotel. Dit is de badkamer. Even de deur dicht doen. Dit is de bathroom. Een mooie architectuur. Ik vind die tegeltjes zo leuk. Is de spiegel al dat wel gaat? Welke? Oh, die ja. Kijk, daar zijn Ingrid en Jaap. In ons hotel, in ons humble. Dus ik vind die kast ook zo handig. Dit is de kamer. Ik maak die tv even maar aan, want ik wil het even filmen. Maar het ziet allemaal keurig uit. Even draaien. Ja, nou, we hebben ons een ongeluk gezocht naar die televisie. En toen kwamen we erachter dat die tv gewoon in die spiegel is verwerkt. Geweldig. En dat is mijn volgende project in mijn huis. Kijk, zo kijk je dus naar televisie. Gewoon in je spiegelwand. Dat is de wc van het hotel. Heel apart gemaakt. Badbank. Heel veel spiegels. Op de plaat van het bootje. Van die bonensoldaten. Deze boten gaan naar al die plaatjes langs het meer. En voor een paar euro's kun je je verplaatsen. Het is vandaag een hele mooie dag. We hebben net iets gedronken hier. Op dit terrasje. En van hier heb je een heel mooi zicht. Op de berg. We hebben een heel mooi plaatje van het oude Italiaanse gebouw. Het is ook een gedeelte van Limone Soldarda. Het gebergte, zie je erachter. Ik probeer een beetje erop te krijgen. Een mooi gebouw. Plaatsje met de veerboot. Een soort ferry is het. Leuk pleintje. Typische oude gebouwen. Je kunt overal eten en drinken. Dat is ook mooi, die terrassen. Dit is een andere boulevard van Limone Soldarda. Heel veel watersport. De bootjes. Weer valt reuze mee. Dat het zo. Precies het nu 26 graden. In de schaduw. De zon is al achter de berg. Het is
ontzettend heerlijk proeven hier. Ja, hij is begonnen. Jaap, heb je het naar je zin? Op vakantie? Hè? Nou, we zitten dus in Italië. En Jaap en ik zitten al aan de champagne. We gaan zo eten. Dit is een beetje ons uitzicht. Want we zitten aan een meer in Italië. Lago di Garda. Het heet Lago di Garda. En het is gewoon schitterend. Morgen gaan we met de boot naar een ander stadje. En we hebben het hartstikke naar ons zin. Hier is het dorpje beneden. Waar we heel gezellig kunnen winkelen. En schoenen kopen? Nou, dat niet. Maar nog een gezellige barbecue verder. Dit is Lago di Garda. Vanuit onze kamer kijken we tegen deze berg aan. En dat gaat dus over in het andere gebergte. Dit is het meer. Montebalda. Waarop uitkijken. Montebalda, hoor ik net van jou. Montebaldo. Montebaldo. Hier beneden zie je het dorpje, daar kijken we dus op uit. Ja, schitterend uitzicht hebben we. Het heeft vandaag niet geregend. Dit is een beetje de tuin van het hotel. En ik geloof dat ik in de verte nog een bootje zie. Deze bootjes die gaan de hele dag op en neer. Ik sta op het plein van Riva. Dit is echt flippen hoor. Al deze tassen in het leer, afgeprijsd van €150 naar €50. Ik heb gewoon een dilemma. Dus ik weet niet wat ik moet kopen. Geweldig. Ik kan bijna niet ademhalen hier in die shop, want alles is van leer. De kust en de keur. De een is nog mooier dan de ander. Moet je deze zien? Chissà dove un gemello. Ik heb natuurlijk de duurste al eruit gepakt. Gaat maar niet hebben over die leren jassen. Maar dit is gewoon geweldig. Het is echt flippen hoor. Hoe dat jij hier niet bent gekomen. Want je zou niet meer levend komen uit Italië. Nou,
ik ga maar keuzes maken. Groetjes uit Sweet Italy. Een man of 40, denk ik. Oh, oké. Okay. Ik ga niet gaan. Ik ga je later ook bellen, ja? Oké. Doei. Daar zitten we. Montebaldo heet het hier. Ja. En hoe hoog is het? 1800 meter. Oh, we zijn net met de kabellift aangekomen. Met de kabellift aangekomen. Het is een graad of 10 kouder dan beneden, maar wel lekker. Water. Ja. We kunnen naar boven lopen hier. Ja. Het is allemaal fietsparcours. Ik heb geprobeerd hier naar boven te fietsen, maar ik ben tot 3/4 gekomen. Hier heb je de kaart. Ah ja, waar zijn we eigenlijk? Waar zijn we? Hier zijn we. Hier. Nee, hier ergens. Nee, hier zijn we. Hier zijn we. 1763 meter hoogte. Hier zijn we. Ja. Ja.